Dag mensen, een hele goede morgen. Welkom bij deze koersanalyse. Deze is educatieve naad en geen financieel advies. We gaan kijken in deze koersvideoanalyse naar Bitcoin, Dogecoin, BNB. En we nemen de traditionele aandelen mee. We gaan kijken wat er staat te gebeuren met de grafieken. Kunnen we een volgende beweging naar beneden maken of krijgen we verdere consolidatie voor Bitcoin? En ook de S&P 500 staat op het punt om om te draaien en ook de dollar staat op het punt om om te draaien. Dus wat kunnen we daarvan verwachten? We gaan het bekijken en vergeet de video niet een like te geven als je de content kunt waarderen. Abonneer op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Druk erbij op het bel-icoontje, want mijn video's die komen wat Minder regelmatig online. En dan krijg je in ieder geval een melding van wanneer de nieuwe video er is. 28 november, Cyber Monday. Daarover straks meer. En pas natuurlijk op voor de spammers en scammers onder in de comments. Dan eh, wordt het waarschijnlijk een volatiele week, want er staat veel op het programma. Um, ik denk eigenlijk dat het belangrijkste is uh, op aankomende woensdag om half acht. Dan gaat uh, Powell weer spreken. En ik denk dat dit iets is wat de markten kan doen omdraaien. Net als dat uh, Jack, uh, met de Jackson Hole. Volgens mij was dat ja, volgens mij twee maanden geleden of iets dergelijks. En daarna, eh, wat hij eigenlijk wil is die markt omlaag krijgen. Maar de markten die kruipen omhoog. Dus hij moet dan weer zijn woorden gebruiken om de markt omlaag te drukken. Dus dat zou dan ook kunnen gebeuren. Uh, naast dat hebben we op donderdag om half drie. Hebben we de... Uh, ...PCI-cijfers, PCA-cijfers moet ik daarbij zeggen. En dat zijn ook cijfers waar de Fed naar kijkt... ...om een uitspraak te doen over hun federale renteverhogingen... ...en, of, en uh, hoe ze daar het beleid mee bepalen. En vrijdag om half drie hebben we de non farm Employment Change... ...en de Unemployment Rate. Dus allemaal cijfers die de koersen beïnvloeden. Um, maar meestal, uh, zeker deze laatste twee... ...het is nooit zo groot als bij de uh, PCI-cijfers of bij de FOMC... ...maar ze hebben zeker een invloed... Nogmaals, ik denk woensdag toch dat dat het grootste zal zijn. Maar het is even afwachten. En ook, ja, we weten gewoon nog niet wat hij gaat zeggen. Al zien we dat natuurlijk ook stiekempjes in de grafieken. Dus daar gaan we naar kijken. Ehm. Um en wat ik vorige week zei, gaat XRP 23% pumpen. Nou, dat uh, heeft niet helemaal uitgespeeld, wel de helft. En Bitcoin 17.3 tot 176, daar zitten we nog in het proces, in mijn ogen. En de video daarvoor zei ik: kan de crypto markt nog 50% dalen. Daar kreeg ik een opmerking over in de vorige video. En ja,. Jongens, traden, het is geduld hebben. Het gaat niet allemaal in één dag. Was het maar zo'n feest. Hè? Dan zijn we snel klaar met te traden. Dat kan nog allemaal even duren. Ik zie het nog steeds gebeuren. En daar ga ik straks nog even naar kijken, in ieder geval. Maar goed, de SP500, laten we daar even mee beginnen. Even deze eraf. Wat we zien is, eh, even een keer alles eraf. En dit is wat ik volgens mij vorige week ook al zei: eh, de 200 moving average. Dat is de weerstand die de koers moet breken voordat we wat meer bullish mogen zijn. Tot die tijd eh, moeten we het allemaal beschouwen als een bear market rally, eh, zoals we eerder hebben gezien. Dus stevige stijgingen, die, diepe dalingen. Stevige stijging, diepe daling, stevige stijging, krijgen we nu weer een diepe daling. Dit zou zomaar het punt kunnen zijn waarbij we dus verder omkeren en nieuwe los gaan maken, net zoals dat we eigenlijk eerder zagen. We zien ook op de daily hier een mogelijke double top. Ik ga even dit kanaal hier weghalen. We zitten overigens ook gewoon aan een opwaartse kanaal. Zolang we daarin zitten, is er een opwaartse beweging. Maar die kan hier dus bovenin gaan omdraaien. We zien hier mogelijk een double top op de SP 500. En de start van vandaag is al rood. We worden hier afgewezen. Maar deze double top die heeft dus een neklijn hier op de 3900. 3900 is wat mij betreft ook de belang belangrijkste support die de bulls moeten gaan houden. Mochten we omhoog willen gaan. Um, dus als we daar onder komen, dan is het in mijn ogen over en uit. Dit is ook dus de neklijn. Dat is eerder dus ook een belangrijke support, weerstand, weerstand, support, weerstand, weerstand, support um, geweest. Dus die 3900 is cruciaal in mijn ogen voorlopig. En het is dus ook de neklijn van deze double top die we hier zien. Dus deze wordt ook pas bevestigd als we hier breken en doorgaan naar beneden. Technische target van die double top ligt hier op de 3800. Um, ja, dus het zou het punt kunnen zijn waarop het omkeert. Hier short gaan is hoog risico. Uh, maar goed, high risk, high reward zeggen ze dan. Dus dat is iets wat je zelf moet bepalen. En zelfs als dit niet als een double top gaat uitspelen en we gaan nu niet door naar beneden, ja, dit is het ma marginaal en high high tegen de 200 moving average. En we hebben eerder gezien dat we er net boven kunnen schieten hier. Uh, dus dat is nog steeds mogelijk. En dan kijk ik eigenlijk naar het vormen van een rising wedge, want deze hele beweging omhoog eigenlijk is op lager en aflopend volume, wat ook dus past bij een rising wedges. We zouden hier uh, support kunnen vinden op deze opwaartse lijn wat ook nog eens de middenlijn is van dit opwaarts kanaal. Dus daar zit wat support. Hier heeft het support gehouden en dat zou hier wederom support kunnen houden deze week. In ieder geval tot en met woensdag wellicht. Afwachten hoe dat zal gaan uitspelen. Maar we zien hier potentieel een Rising Wedge. Eh, met het bijbehorende aflopend volume. Technische target hier op 3900. Wederom 3900 blijft die cruciaal. Blijven daarboven kunnen we zelfs na deze Rising Wedge nog een beweging omhoog verwachten. Eh, gaan we die verliezen. Dan verwacht ik dat het klaar is voor de volgende beweging naar beneden. En crypto zal daarin mee worden genomen. Dan de dollar. De Dixie. De dollar-index. Um, waar de S&P 500 en ik zei het volgens mij vorige week ook al de S&P 500 juist tegen de 200 moving average aan support komt uh, zit de dollar uh, weerstand zit de dollar de Dixie, juist op die support en in plaats van een double top zien we daar een double bottom en die wordt ook pas um, hè, die is pas uh, hoe noem je dat valide als we de neckline hier breken en ook hier dus uh, weerstand support 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 weerstand support Weerstand. En daar moeten dus overheen komen. En dan zou de dollar in mijn ogen nog de volgende beweging kunnen gaan maken omhoog. Eh, waarbij dus de volgende beweging voor de SP 500 en Bitcoin omlaag komt. Maar goed, het is een uh, double bottom. Hè. Die heeft een technisch target ongeveer hier op de 109. Dus hier moeten die 109 breken om veel meer bears te zijn. En dit zou meer een korte termijn uh, bearish scenario zijn voor de SP 500 en voor Bitcoin. En natuurlijk het falen van deze 200 moving average. Dat is bullish voor Bitcoin en de SP 500. En dan verwacht ik dat de koers in ieder geval door kan gaan richting de support hier op de 103,9. En daarna vervolgens de 102. De 102 breken. En dan is het uh, wat dat betreft. Uh, ja, hebben we misschien wel ja, te maken met een bodem uh, voor Bitcoin en SP 500. Maar. Eerlijk gezegd, gezien de macro-economie verwacht ik dat niet. En kijk nog eens de video van vorige week of de week daarvoor. Ik verwacht eigenlijk dat we nog een, zeker de 120 kunnen gaan aantikken. Voordat we een reversal krijgen en een echt een bodem maken. Dan Bitcoin op de wekelijkse. Eigenlijk veel consolidatie. Dus we zien hier verschillende candlesticks. Die van vorige week is groen. Die van de week daarvoor is rood. Wix aan de bovenkant en onderkant. Even wat verder inzoomen, anders zien jullie natuurlijk niks. Dus dat is meer een strijd tussen de bears en bulls. Consolidatie, zijwaartse actie. Ook moeilijker om te traden voor veel mensen, ook voor mij hoor. Dus ik trade hier zeker wat minder totdat we echt een richting gaan kiezen. En als we het hebben over richting de main. Verwachting voor mij, mijn hoofdscenario op dit moment is eigenlijk dat we niet zomaar nieuwe loss zullen gaan maken. Misschien dat we deze los testen hier op de 15.600 misschien een klein beetje breken. Maar ik wacht eigenlijk uh, dat we eerst liquiditeit gaan ophalen. Uh, richting deze support hier. Dus tussen de 18.600 en de 18.200 ongeveer. Waar ook de 300 wekelijkse moving average loopt. Dat we eigenlijk eerst een beweging omhoog zullen krijgen vanuit deze neerwaartse driehoek. Om vervolgens daarna de volgende beweging omlaag te krijgen en mijn hoofdtarget is de 12.450 ongeveer maar um, eh, alles tussen de 14.000 en de 10.000 dollar dat is eigenlijk mijn target zone en als het dus echt heel slecht gaat ja, dan kijk je dus naar die lows hier tussen de ja, 8.000 en de 6.500 waar in de vorige bull market en bear, of, nou, bear market eigenlijk heel veel werd getraded dus hier zo en hier zo ook. Dus dat zijn de slechtste targets, de worst case scenario's eigenlijk. Maar goed, het is mogelijk. Houd in je achterhoofd eh, bij je dollar cost average zou ik zeggen. Geen financieel advies, maar dat is wat de meesten van jullie doen. Dus hoofdwachting. Eh, uiteindelijk, eh, of het er nou vandaag gebeurt, volgende week, dat is afwachten. Eh, een pump omhoog en daarna een volgende beweging omlaag. En waarom denk ik dat ook? We zien hier dus uh, de liquidatiemappen, die kun je allemaal vinden op het internet ook. Um, we zien hier nieuwe liquidaties. Um, dus mensen die zijn hier short gegaan tussen 18.500, of die hebben in ieder geval hun liquidatiepunt daar staan. Hun, uh, dus niet hun stoploss, maar liquidatiepunt. Dus we zouden dat uh, kunnen pakken. is. dat zijn de 10 keer shorts: mensen in het oranje. Eh, die zijn hier tien keer short gegaan. Dus dat is te juicy om te laten liggen. Voordat we dit kunnen gaan pakken, in mijn ogen. Hè, dit zijn de andere liquidaties. En die gaan dus door tot aan 12.000 dollar hier. Dus ik verwacht eigenlijk. Eh, mijn verwachting nogmaals. Richting die 18.000. 18,5 misschien. Eh, en dan terug naar beneden. En ja, hier zitten heel veel liquidaties. Hè, vanaf de 23.500. Maar. Ik denk dat dat iets te ambitieus is voor de boels om daar te komen. Gezien de macro-economie, gezien het ge vertrouwen dat geschaad is door FTX, eh, zie ik dat eigenlijk gewoon niet gebeuren. Dan de futures-grafiek. Er is een kleine gap ontstaan tussen de 16.300 en de 16.335. Die is vandaag gesloten. We starten de week ook meteen rood. Um, dus die is gesloten, dat is top. Er was nog een kleine gap open van vorige week. Die is niet helemaal gesloten. Dus met een wik zijn we erin gekomen, maar er is nog een klein beetje over. Dus die moet ook nog worden gesloten. Um, en ook hier eigenlijk dezelfde verwachting: he, richting die weerstand, die rode balk, en dan door naar beneden. We zien hier ook een bearish pennant. Dat is een bearish patroon. Uh, en je kunt daar dus een fake-out uit hebben voordat de koersen omdraaien. Dat gebeurt eigenlijk ook best wel vaak. Dan Bitcoin op de daily. Um, ik had hier eerst een andere neerwaartse driehoek staan. Die heb ik iets aangepast op uh, basis van de data. Maar ook hier zien we eigenlijk uh, aflopend volume. Dit is gewoon allemaal consolidatie. Het zal het klaarmaken voor een volgende beweging. Uh, welke kant op dat uit zal gaan, ja, dat weet niemand met zekerheid in ieder geval. Persoonlijk, nogmaals, verwacht ik dus die beweging omhoog. Richting de 17,6. Uh, we hebben hier dus verschillende niveaus waar dat naartoe kan gaan. 17,6. 18,2. 18995, oftewel de 19.000. En veel hoger dan dat verwacht ik eigenlijk ook niet. Nou um, ja, dat dat dus gaat gebeuren. En natuurlijk heb je altijd het scenario dat we hier gewoon meteen bearish doorzetten. Maar er is veel angst in de markt en onzekerheid. En vaak krijg je dat dus niet uh, wanneer um, het wanneer dat zo is dus die beweging naar beneden die hadden we eigenlijk vorige week of de week daarvoor moeten hebben maar we consolideren verder op aflopend volume en het is wachten op de volgende beweging en even kijken hè, dus als we nu doorgaan richting de golden pocket hier de 15.900 tot de 0,786 15.700 um, zou dat een mooi moment kunnen zijn voor een long hier op deze support hier uh, voor de beweging omhoog is iets hoger risico maar um, ja, dat, hè, dan hebben we hier de stoploss. Dus dat is iets hoger risico als een trade. Maar het is een mogelijkheid. En iets minder risico is als we dus deze high hier verbreken op de 16.800. Hier zit een Doji-type candlestick. Waarna de boel dus eigenlijk ook omdraait. Um, dus als we hier boven kunnen komen, deze weerstand op deze manier support maken. Dan zou je dus nog een long kunnen krijgen naar de 17.600 en de eerder genoemde targets. Het is overigens ook hè, als we dus dit gaan doen. Een mogelijkheid om hier short te gaan en kijken hoe het zich gaan, zal gaan afspelen. Maar dan denk ik dus dat we door kunnen gaan naar boven. Maar dat zal niet zo snel gaan. Dan nog, eh, nou, volgende week Black Friday. Maar het is ook Cyber Monday, de allerlaatste dag voor de eh, acties. 30% tot 30% korting op de cursussen en producten. Je vindt de link onder in de video. En ja, ik zou zeggen, maak daar gebruik van. Het is de laatste dag alleen vandaag geldig. En het gaat natuurlijk ook om die cursussen omtrent het traden. Wil je daar nou meer over leren? Doe dan zeker die gratis kennismakingscursus. Je leert wat je eten is en wat je ervan kunt verwachten. Um, en als je meer wilt doen, je eigen analyses maken, kun je natuurlijk deel 1 doen. En meer over long gaan en short gaan vind je in deel 2. En je kunt natuurlijk ook meekijken in de Premium Discord groep voor 5 euro voor een week. En dan kun je kijken wat voor informatie ik daar deel. Ik deel daarnaast deze video natuurlijk ook eigenlijk elke dag een analyse over Bitcoin. En nog even een shout-out naar de Bitcoin webshop van Nederland. Allemaal toffe... Bitcoin producten. Ik heb hem volgens mij niet gerefreshed. Ik weet niet of er een Black Friday deal is. Nou, zo te zien niet. Maakt ook niet uit. Goed. Dan voordat we naar total gaan en uh, die min 50%. Um, dus dit uh, deelde ik gisteren ook in de premium discord groep uh, over bitcoin. We zagen vooral consolidatie en ook een kleinere consolidatie. Dat is dus naar beneden uitgebroken. Um, dus wat de grotere consolidatie was, dit evenwichtpatroon. Deze die we hier zien. En daarbinnen was eigenlijk nog een kleinere consolidatie bezig. En ook dat was dus een eerste instap voor de grotere uitbraak naar beneden. En die evenwichtpatronen die kunnen beide kanten op uitbreken. Daarom heb ik hier ook een, uh, een, een, uh, een trendlijn omhoog en een trendlijn omlaag. Dus het is dan kijken naar het volume waar breken we uit. En we zien hier dus meer dan twee keer het gemiddelde volume. Dus dit is een valide uitbraak. En dat betekent ook dat we... Ja, in mijn ogen verder naar beneden kunnen bewegen. Ik eh, zag op de heatmaps dat we hier rond de Golden Pocket zitten nog wat liquidaties. En daaronder ook. Dus een beweging verder omlaag vandaag richting eh, de Golden Pocket 1,0786 op de 17.025. Uh, sorry, 15.764. Om vervolgens daar een beweging omhoog te maken. Um, dat zou natuurlijk mooi zijn, want als je kijkt naar de beweging, dit is een low. Dit is een high. Dus er is nog best wel veel ruimte om een high low te maken. En vervolgens ook weer een high high. Dus uh, eerst door naar beneden. En dan verwacht ik eigenlijk een beweging omhoog. En ook hier zie je eigenlijk, um, we zitten nu eigenlijk in een nieuwe range. Dus hier is de middellijn op de 16.340. Bovenkant van de range 17.000. Onderkant van de range 15.632. We zijn nu in deze range. Dus, voordat we, eh, dus hier kun je binnen traden. En vervolgens als we dus dat weer support maken. Dan zetten we weer in een nieuwe range. En dit is ook weer een range. Dus je kunt ook per range gaan traden natuurlijk. Dan een aantal trades die ik eh, deelde in de Premium Discord groep. Eh, van 25 november zoals je hier ziet. Dogecoin. Eh, er was hier een... Invert, het zijn niet een inverted, maar een cup en handle. Die is uitgebroken, technische target gehaald. En ook hier was een evenwichtpatroon. Ook die heeft een technische target gehaald. Is daar flink van afgewezen. Um, en nu zitten we dus op support van de 0,09. Kunnen we dit support houden en hier ook op sluiten op de dagelijkse. Dan zou het nog eens kunnen dat we de volgende keer opnieuw naar die 10 cent gaan. En vanuit daar zit kijken hoe ver we door kunnen gaan. De eerste volgende weerstand zal hier zitten rond de 12,8 cent als we daar komen. Maar het kan ook zijn dat dit voorlopig het einde is van de beweging. Maar dat maakt niet uit, want die is al getrade. En dan hebben we bijvoorbeeld ook Binance Coin. Ook hier uh, was een mooi evenwichtpatroon gaande die ik gisteren deelde. Ook die had beide kanten op uit kunnen breken. Um, en dat had zelfs nog een bullish pendant kunnen zijn. Uh, daarom ook de targets naar boven. Maar dit is met volume twee keer het gemiddelde naar beneden uitgebroken. Technische target gehaald op de 300$. dollar. Um, is zelfs verder doorgaan naar de 200 moving average op de 1 uur. En hier is hij wat oversold. Maar het zal waarschijnlijk met Bitcoin meegaan. En wat je dan vaak ook ziet, is dat er een, een nieuwe low wordt gemaakt. En dan kan je dus op de 1 uur bullish divergentie krijgen. Voordat we de bounce krijgen. En dat zal dan waarschijnlijk ook samenspelen met de Golden Pocket en de 0,786 van bitcoin. Maar goed, waar ik eigenlijk naartoe wilde gaan, was de Total Market Cap want daar was die vraag dus, nou vraag, het was eigenlijk een botte opmerking, maar goed, hè, ik ben ook niet de slechtste. Die 50% daling gaan we dat nog krijgen ja of nee? Nou als we kijken naar deze structuur, ik haal dit even weg, want die zijn even niet meer van toepassing. Eh, we zien hier gewoon nog steeds dat we die eh, neerwaartse driehoek hebben. Eh, daar, zijn, daar zitten we niet meer in, hè, daar zijn we uitgebroken hier, eh, ook met volume, zoals je hier ziet, veel volume bij de uitbraak. We zitten nu in consolidatiemodus. Eh, Eigenlijk in een soort van zijwaarts naar bewegend kanaal. En ja, zolang we onder die groene support zitten, onder die 847, moeten we hier verwachten dat dat zal doorzetten. Want we maken nog steeds lower highs. En dat betekent dat de trend naar beneden is. En we zijn ook dus deze support verloren. En moeten we dus verwachten dat we daar verder gaan, uh, dat verder gaan doorzetten. Wat we zouden kunnen krijgen. Als Bitcoin dus naar boven breekt, is een uh, kleine uh, stoplosshunt eigenlijk door naar beneden. Um, dus daar is het voor oppassen. passen. Maar mochten we dus de binnenbreken en dit support houden en er vanaf bouncen, en dat is best veel en dat gaat ook misschien wel een paar weken kosten, dan uh, is het wellicht een ander verhaal. En dan zou je zelfs nog dit kunnen krijgen, maar dat is niet heel waarschijnlijk in mijn ogen op dit moment. Goed, we gaan het bekijken. Ik ga het updaten. Uh, en ik zou zeggen, blijf lekker de video's dus kijken. Vergeet ook niet te liken. Kijk of we weer naar de 500 likes kunnen gaan. En zoals altijd zou ik zeggen, happy trading. Een hele fijne dag. En tot de volgende video.